Het ministerie van Openbare Werken heeft in verband met het baggeren van de vaargeul van de Suriname rivier een presentatie gehouden over het creëren van concurrentievoordelen voor Suriname. De belanghebbenden, de Maritieme Autoriteit Suriname, Ace Consultancy en Boscalis deden elk een presentatie over het belang voor de economie. MAS-directeur Michel Amafo zegt dat het een wisselwerking is van investeren om de visum te kunnen verdienen. Het Suriname River Dredging Project creëert onder andere mogelijkheden voor schaalvergroting in de landbouw, veeteelt en de mijnbouw. Het biedt ook mogelijkheden voor investeringen in ICT-assemblage. Door het baggeren kunnen economic free zones ook een realiteit worden. Er is een hele discussie en ik wil weer een correctie brengen, want vandaag is weer gesproken over dredging fee. Maar het is geen dredging fee, het is een vergoeding voor gebruik. En wat de zou moeten leren, is dat we moeten betalen voor diensten wat we gebruiken. In Suriname willen we voor niets betalen. Alles moet gratis zijn, maar we willen wel op de eerste rij zitten. Het werkt niet zo in een goede economie. Als we dit land willen ontwikkelen, moeten we betalen. Albert Jubitana, minister van Transport, Communicatie en Toerisme, zegt dat met dit project gewerkt zal worden aan nieuwe businessmodellen. Dit zal moeten resulteren in het creëren van financiële voordelen voor ons land. Wat wij willen is dat met dit project, en het is ook benoemd, businessmodellen moeten veranderd worden. Mijn waardering, mijn complimenten voor het behalen van de 4,5 meter chartdatum. We gaan nu naar 5,5. Maar wat betekent dat voor onze economie? We moeten ook de andere kant laten zien. En ik ben blij om heel veel stakeholders vandaag ook hier te zien. En dat ook de concurrentiepositie van bedrijven, dat ze daaraan moeten gaan investeren. Want de overheid met haar werkarmen, wij hebben de faciliterende rol, meen ik in deze, en daar ben ik ook van overtuigd, dat we de faciliterende rol keurig hebben aangepakt en toegepast, zodat ook de private sector hieruit mag gaan putten. Het baggerproces fase 2 is in oktober van het vorig jaar ingegaan. Het project loopt tot en met 23 september 2023.